Het is zaterdag 5 oktober 2024, een paar dagen na de Leidse feestdagen. Ja, hoe zijn die dan verwerkt door deze twee ploegen? Rodenburg, dat natuurlijk afkomstig is uit Leiden-Noord. En Oeschees, ja, dat schuurt tegen Leiden aan. Dus er zal ongetwijfeld wel een biertje zo links en rechts zijn genuttigd. Vierde klasse A zijn we aanbeland bij die wedstrijd tussen Oeschees en Rodenburg met daar beide aanvoerders Souhel Makatmi namens de ploeg van Marco Harleman en Thijs de Roy van Zuiderwijn. Ooit nog speler van UVS, later in de staf bij Rijsbergse Boys en nu dus op de Voskuil aangekomen. Uitstekende omstandigheden en we gaan ons dan ook opmaken voor hopelijk een leuke wedstrijd hier op de Voskuil. Daar met een uitbraak aan de linkerzijde van de Oeschees moet Rodenburg opletten dat hij niet snel op achterstand komt. Maar daar wordt dan goed ingegrepen, wel ten koste van een hoekschop. Die wordt daar voorgeslingerd, wordt dan weggewerkt. Dat is niet echt op een goede manier. Dan is het Langeveld die inbrengt, wordt dan weggewerkt. En dan is het Ruben Morin. Alle machten, wat een fraaie goal is dit zeg. Van de nummer 3 van FC Oeschees. De bal wordt binnengebracht in de 16 door Mark Langeveld. Zoals bekend overgekomen van Valken 68 wordt die bal dan half daar weggewerkt. En ja, dan is uiteindelijk Abdelkader Lamrabet kansloos op die omhaal van Morin. Een 10 met een griffel, zo mogen we zeggen. En zo leidt de thuisploeg hier met 1-0. Rodenburg dan op avontuur met El Amadi. Dat is een hele goede actie. Prima balletje op Yazizi. Nou, dat schot komt niet echt tot wasdom van de voet van Gökhan Yazizi, een belangrijke speler bij Rodenburg, maar hij vindt het net hier niet. Langeveld dan met een uitstekend paasje. Komt die bal dan daar terecht? Uiteindelijk wordt het 2-0, maar dan is er gevlacht en ook gefloten. Ja, ik denk dat dat een terecht vlagsignaal is geweest. En dan hoeft Rodenburg zich dus geen zorgen te maken over een eventuele tweede tegentreffer. Hier dan een kopbal, nou, die gaat niet ver naast. En dat ziet Langeveld, die dus is neergestreken hier in Oeschees met als doel om te promoveren. Dat mag duidelijk zijn. Rodenburg daar met een technisch hoogstandje. Mag echt worden gezegd daar van Noordi El Hamami. Alweer met zijn uitstekende paas. Nee, dat is zeker geen buitenspel. Ja, Sisi speelt die bal iets te ver voor zich uit. Is daar dan een overtreding van Aaron Wijsman? Is de vraag. Nou, Rodenburg wil natuurlijk een strafschop, krijgen ze niet. En zo blijft het bij een 1-0 stand. Daar een overtreding op Langeveld. Kan wel verder. Nee, Rodenburg weer die bal over. Ja, technisch vaardige ploeg. Dat is duidelijk. Maar wel met een ruststand van 1-0 richting de T. Oeschees nog niet heel overtuigend. De nipte voorsprong. En wat kan de ploeg uit Leiden daar met een uitbraak? En dan is daar een overtreding, denk ik. Die, wat gebeurt er? Ik denk dat dat een penalty is. Ja, die wordt daar gegeven. Dus een overtreding, denk ik, van de Roy van Zuiderwijn. Daar op een Rodenburger. En dan is ook de doelman daarbij betrokken. Krijgen we dan de strafschop hier voor de 1-1. Nee hoor, die gaat er niet in. Dat is de gemiste kant van Emil Misap. Uitstekende redding van Aaron Wijsman, de ex-doelman van Kagia. Daar het schot in het hoekje en dan met de uiterste krasinspanning wordt hij daar gered. Dat is een hele belangrijke overwinning en zo krijgen we hier geen gelijkmaker op het bord. En is het nog altijd Oeschees dat leidt met 1-0. Daar een paasje binnen de 16. Is daar inmiddels ook Huig van Duin binnengekomen. Daar met een slapschotje van de Mil. Die gaat er dan niet in. Huig van Duin ook overgekomen van de duifrak van Valken 68. Wil nu hier successen gaan vieren. En dat succes blijft hier uit. Met zijn inzet over het doel. Dan een van zijn kenmerken. Een vrije trap. Gaat hij die zelf nemen is de vraag. Ja, dat gaat hij doen. En dan gaat die bal op de paal terechtkomen. Ja, sterk. Een vrije trap hoorde hier van Duin. En daar het goed gevulde terras. Het was gezellig in Leiden of in Oeschees moet gezegd worden. Daar dan een kopbal. Die gaat dan net naast. En dan is het weer die Dekselse Ruben Morin. Die daar naar de fronttroepen gestuurd was. Maar die poging mislukt. Blijft bij 1-0. We hebben nog steeds een spannende wedstrijd. En een open wedstrijd. Daar met de mogelijkheid wellicht. Nou, daar is dan een overtreding aan. Nu gaat die bal weer op de stip. Ja, dat is dan toch een, ja, Rodenburg vraagt zich af, ja, is dit nou wel zo'n zware overtreding? Nou, daarop kunnen we het antwoord geven, nee, maar er is wel degelijk contact. En dan gaat de aanvaller uiteraard liggen, dat is Sven Madsen.
krijgen we dan de strafschop van Mark Lammeveld. Ja, dat was een koud puntje voor die ervaren speler. Die dus is overgekomen naar de ploeg van Huik-Jan Heringa. En zo noteren we een 2-0 voorsprong. Scheidsrechter de heer Shamsunder Isri. Die dus twee strafschoppen al heeft uitgedeeld. Daar met Van Duin. En een lekkere combinatie met Lammeveld. Ja, wordt makkelijker gevoetbald nu natuurlijk met die 2-0 voorsprong. Door de thuisploeg wordt dan weer Lammeveld gezocht. Gaat hij uithalen? Nee, die gaat goed pasen. Dan krijgen we daar een afwerking. Nee, die wordt gered door de doelman. Komt daar dan nog een kans uit? Nee, het blijft bij 2-0. Goed werk daarvan Lambra. Bed die al langere tijd ook voor Rodenburg werkzaam is als doelman. Daar goede beweging van der Wiel, goed neergelegd. En heerlijke uithouden hoor van Madsen, Sven Madsen, de nummer 9 van Oegstreek. Ja, gaat daar naar Jannik van der Wiel en dat is terecht. Want hij gaf daar een uitstekende assist nadat hij die bal had vrijgemaakt. Kijk, dat doet hij heel behendig. Rodenburg wordt daar defensief in de luren gelegd. En dan haalt hij uit Madsen zonder na te denken in de bovenhoek. 3-0 en daarmee is de wedstrijd wel beslist, zo mogen we zeggen. Wat kan de ploeg van Marco Harleman nog? Nou, nu wordt het wel een chaos daar achterin. Fout op fout wordt gestapeld en die wacht op de 4-0. Ja, die komt er ook. Dat is Huig van Duin, die daar zijn eerste doeltje meetrift in de competitie. Verband daar de felicitaties van de Roy van Zuiderwijn en Sjoerd Winkelman onder andere. Ja, Rodenburg doet dit zichzelf aan. Het is daar defensief gezien even niet in orde. Ja, dan is het een koud kunstje voor Van Duin om die 4-0 aan te tekenen. Rodenburg blijft wel voetballen, dat moet gezegd worden. En blijft ook zoeken naar mogelijkheden om toch nog wat aan die achterstand te doen. Maar nu wel met heel veel risico. Ook nu weer, ja, dat is dan heel eenvoudig. Zowel we willen zeggen van een mail, maar die wordt dan voor de doellijn weggebracht. Ja, de verdediger vraagt zich af, wat zijn we hier aan het doen? We maken het Oegstreek wel heel erg makkelijk. En die ploeg heeft al zoveel kwaliteiten. 4-0, daar dan met Lambrabet. Die bal nog recht kan werken. Blijft hij in bezit, komt hij daar bij weer Morin. Met alweer een omhaal, maar nu gaat dat feestje niet door. Van het uitverdedigen van Rodenburg is niet met overtuiging. Wat heeft balverlies? Van der Meel pakt over. Van der Meel. Van der Meel geeft daar een voorzet. En dan wordt hij binnengelopen, wil ik zeggen. Maar dat gebeurt dan niet. En de 5-0 komt nog niet op het bord voor de thuisploeg. Ontketend na de rust. Makkelijker voetbal na die 2-0 voorsprong eenmaal. Van Duin met haar paas die daar terecht komt. Dan uiteindelijk bij de middenvelder. Dat is Giel van Den Hoek overgekomen. Van jongelingenteam van Rijnsburgse Boys. Een van de spelers die overstap maakte. En hij maakt er hier 5-0 van. Een simpele, lekkere voetbeweging daar. En dan vrijgespeeld. En dan is het een koud kunstje voor die van de hoek. Om de score naar 5-0 te tillen. Duidelijk, Oegstgeest gaat de wedstrijd winnen. Is uiteindelijk, zeker op basis van de tweede helft, sterker dan Rodenburg. Dat nog wel wacht op het eerste punt. Vorige week was het dichtbij tegen Blauw-Zwart. Lukte niet. Vandaag op zeker niet. Daar nog misschien zelfs met 6-0. Van Duin kappen draaien. En dan schiet hij voorbij de kruising. De kruis is daar van Langeveld. Ja, het is nog steeds niet gedaan. Het kan nog meer worden eventueel. En Oegstgeest hier op weg naar zijn 7e punt op de competitieladder. Na een overwinning en een gelijkspel. En dan is het daar een overtreding. Maakt niet meer uit. Er is afgefloten. Oegstgeest wint gedecideerd thuis op de Voskuil van Rodenburg. 5-0. We'll be right back.